Dag iedereen, we zijn hier nu in Sint-Levens-Houten. Een gemeente van 10.000 inwoners. Niet echt groot dus. Maar wel het op één na grootste marktplein van België. Dat is toch wel speciaal, hè. Het is ook maar gewoon een gemeente uiteindelijk, hè. Sint-Niklaas en Sint-Truiden hebben ook zo'n enorme marktpleinen. Maar dat zijn steden, hè. Het is maar een kleine gemeente uiteindelijk. Dus we gaan eens rond het marktplein en dan gaan we eens in de kerk binnen. Want daar zouden we de restanten van de heilige Livinus terug kunnen vinden. Ze doen hier ook vaak markten, want wat wil je met zo'n groot dorpsplein? En in het midden van het plein vinden we dit terug. Het Marktkruis van Houten. Ook het Livinuskruis genoemd. Dateert van 1256. Dat is al een reden te meer om te pakken. Ook bekend vanwege dit enorme afdak. En je ziet hoe dat eruit ziet.
En Sint-Lievenshoutum is natuurlijk vernoemd naar de heilige Livinus. Of Sint-Lieven, zoals we het in Vlaanderen zeggen. En dat was eigenlijk een apostel in Vlaanderen die een marteldood is gestorven. Hij is door heidenen dood gedaan. En dat beeld dit schilderij ook aan. Zoals zoveel heiligen is hij dus op een erge manier aan het einde gekomen. En naar het schijnt is dit dus zijn graf. Dus de heilige Livinus, die priester hier, is hier terug te vinden. Het zou een Ierse priester zijn trouwens, van geboorte. En dat doet ons meteen denken aan die andere Ierse heilige natuurlijk, Sint-Dimfra in Geel. Ook op een vrede manier gestorven. Maar deze is ook onthoofd. Het leven van een heilige, het is niet alles.